Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Stichting Musicals in Helmond komt met hun tweede productie. Ditmaal is gekozen voor Cats, de West End en Broadway klassieker die al sinds 1981 volle zalen trekt. Hoogste tijd om deze klassieker ook eens op de planken te brengen in Kattenstad Helmond. De musical is dynamisch, komisch en soms tragisch, maar kent uiteindelijk een mooi einde. Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 mei in Theater Speelhuis. De nieuwe show van Ernst en Bobby bevat alle ingrediënten die we van de twee kinderhelden gewend zijn. Een doldwaas avontuur, bekende liedjes en veel grappen. Onze helden hebben ditmaal thuis problemen met de waterleiding. Er is geen stromend water meer. Ze willen telefoneren met het waterbedrijf, maar bellen per ongeluk met het actienummer 0900 Water. Ernst en Bobby beloven om alle mensen in het Afrikaanse land Mbuku te gaan helpen met het vinden van schoon drinkwater. Het is het begin van een super grappig avontuur waarin Ernst en Bobby uiteindelijk in Afrika terechtkomen. Maar of iedereen in Afrika daar zo blij mee is? Zondag 29 mei in Helmond. Thomas Pieters, de geboren en getogen Helmonder, trekt studerend aan de Rockacademie te Tilburg met zijn muzikale verhalen door stad en land. Tot op heden niet zonder succes. Eind 2013 werd hij de eerstgeplaatste finalist van de Grote Prijs van Nederland en lanceerde hij zijn single Kassa Meisje in een uitverkocht Paradiso. Pieters kon landelijk op grote mediabelangstelling rekenen toen hij die single cadeau gaf aan 70.000 cashiers. Zijn bijbehorende concerttour langs supermarkten werd onder andere opgepikt door 3FM, BNN, de NOS en RTL4. Nu de 30-jarige kleinkunstenaar met een rugzak vol verhalen terugkeert naar het toneel van zijn jeugd, lijkt hij inderdaad te zijn ingehaald door de werkelijkheid. Deze wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden stelt Thomas Pieters in staat zijn publiek op de kop af 25 jaar na dato ditmaal letterlijk mee terug te nemen naar zijn jeugd. Thomas speelt thuis op maandag 6 juni te zien in Theater Speelhuis. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.